Zoals het heet, de huldiging met daarbij de cijfers en de beoordeling van de jury. Oké, okay, Marloes, ik werk deze even, want die werd beter, denk ik. Aan jou het woord. Ja, goedemiddag allemaal. We zijn net terug van het buitenterrein, dus even nog een beetje aan het opwarmen hier. We beginnen met de uitslag van Odier, van de artsen. Odier is een voldoende ontwikkelde Gelderse hekst, die goed in het rechtersmodel staat en een voldoende Gelderse opdruk heeft. Odier is een afstamming van de KBPN-kenmerkse artsen. Zowel vader als moeder is een Grand Prix, ze hebben al bij Grand Prix gelopen. Odier heeft tijdens het verrichtingsonderzoek laten zien een hele eerlijke en betrouwbare heks te zijn, met heel veel looplust. De heks heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. Ook die heeft een actieve stap en een hele draf die actief is met veel opdruk en die goed is van ruimte. Daarbij heeft hij een hele mooie voorbeentechniek en veel heffing in de voorknie. De galop is actief, krachtig en gedragen. En zoals we zojuist allemaal ook hebben kunnen zien in het buitenterrein, heeft ook die veel looplust. Kan soms iets kijkerig zijn, maar loopt eigenlijk wel altijd door. En ook die geeft zijn ruiter, zowel in de binnenpiste als op het buitenterrein, een ruim voldoende gevoel. Ook die krijgt de volgende punten mee. Voor de stap, een 8. Voor de draf, 8,5. Voor de galop, een 8. Voor de houding, een 8. Voor de aanleg als dressuurpaard een 8. Voor het springen, de techniek een 6,5. De voorzichtigheid een 7. Voor de instelling een 8,5. En voor de geschiktheid een 7,5. Gefeliciteerd. Ja, Fokker en geregistreerde Anouk Noordman uit de Zuidvonden. De hengst uit een lijn met de veeldressuur, zowel Atze als de Zeronica Grand Prix niveau. Van Harald en Heineken en dat levert dus Odier op. Met mooie punten. Voor de dressuur is meer dan voor het springen. Gezien zijn afstamming ook een logisch gevolg. Goed, gaan we over naar de volgende hengst. Oh jee. En Marloes krijgt weer de microfoon. Ja, inderdaad, dan gaan we naar OJP. Een hengst die voldoende goed ontwikkeld is, die goed in het Gelderse type staat. En een heel mooi type als Gelderse paard zijnde. OJ komt uit een goede Gelderse moederlijn met veel predicaten. Tijdens het onderzoek heeft OJ laten zien een eerlijke en betrouwbare heks te zijn, met een zeer goede instelling en zeer veel looplust. Pakt het werk heel goed op. De stap is actief, een ruim voldoende tot goed van ruimte. De draf is actief, heeft een goede afdruk en is goed van ruimte. De galop is actief, krachtig, goed van ruimte en heeft een zeer goede balans. Zoals we juist op de wezenheids hebben kunnen zien in het buitenterrein, heeft deze heks zeer veel looplust, is geconcentreerd op zijn mennen, op zijn rijden en loopt eigenlijk onverstoorbaar overal door. Deze heks krijgt de vulgende punten mee. Voor de stap een 7,5. Voor de draf een 8. Voor de galop een 8,5. Voor de houding 8,5. Inzet, werkwilligheid en looplust een 9. Voor de wendbaarheid een 9. Algeheel beeld als aangespannen paard 8,5. Gefeliciteerd. En dat zijn hele mooie
plasmaal satelliet, gevormd door GSB te Bokkel en geregistreerd bij SCS te Bokkel. En een groep slanders samen de geregistreerde van deze mooie OJ. Ja, we blijven maar één ronde zwijnen. Ik krijg er totaal geen genoeg van. Hoe zet ik mijn airdrop aan? Ja, Van Bruggen, een van de geregistreerden van deze poging. Zoals gezegd, hier de 35 dagen onderzoek in het voorjaar van dit jaar heeft gelopen. Daar dus mooie cijfers voor kreeg. En zich nu dus aangespannen presenteert. Henks met een zeer goede instelling, zo werd hij omschreven, en veel looplust. Henks heeft een mooie voorbeentechniek. Mooie lichte heffing van de voorknie, is actief, krachtig, bergop, veel houding. Nou, dat zijn allemaal hele mooie beschrijvingen. Ook in het terrein heeft Odin veel looplust en blijft hij heel geconcentreerd op de ruiter in vreemde situaties. Geeft de ruiter zowel in de binnenpiste als op het buitenlijn een betrouwbaar en zeer goed gevoel. Zoon van Edmundo, moeder is elite preferent sportdresseur, Ivo Prok van Vitens, dan Troubadour en Vindicator, gefokt door M.H. Zwaneveld uit Assen en P.E.M. Herwijnen uit Assen. En zoals gezegd geregistreerd bij Marcel van Bruggen, het een van Steen is uit Geldermalsen. Dat zijn de inleidende besprekingen rondom de Hengst Odin, die zich dus voor de showwagen aan ons presenteert. 1,71 was de stopmaat. Kreeg hij de dressuur voor de stap 8,5, draf 8,5, galop 8,5, houding 8,5 en geschiktheid als de dressuurpaard 8,5. En voor het springen 7,5 voor de techniek, een 8 voor de voorzichtigheid, een 9,5 voor de instelling en een 8 voor de geschiktheid als springpaard. Hele mooie cijfers voor een Gelderse hengst. Het Mundo, die ja, ons die prachtige kleur heeft gegeven, natuurlijk zelf uitkomend op ZZ-lichtniveau. Zoon van Uttervier. In de moederlijn veel dressuur sportpredicaten.
De schubbelhengst Troepenroer is de derde hengst in deze afstamming. Zorgde ook voor een paar dressuur. Paarden in de afstamming van deze hengst. En vervolgens zien we natuurlijk de aanborzel Vindicator. En de moederlijn gaat verder met Growing Grey Amor en Olaf van Wittenstein. En dat was bij elkaar gebracht in deze Odin. Nu mooi in stap, ook uiterst belangrijk. Van alles wat je doet in de sport zijn drie basisgangen van belang, geen twee. En het blijkt dus dat ze, dat heb ik je net verteld, ook deze Odin uit een heel goed nest komt wat predicaten en sport betreft. Dankjewel Marcel met Odin.